Hi allemaal, we gaan vandaag bezig met een Cajun Zydeco wals. Cajun Zydeco muziek is muziek uit Louisiana, het zuiden van de Verenigde Staten. Ze praten daar Frans, de muziek is vrij Europees, maar wel met een lekker bluesy inslag. Het liedje waar we gaan spelen heet Telephone Waltz. En ze noemen het ook vaak You Used to Call Me. Je belde mij altijd op. You used to call me daddy, you used to call me daddy. And now you don't call me no more. Nu bel je niet meer. In het Frans, tu m'appelais tous les jours, tu m'appelais tous les soirs. À ce heure, tu m'appelles plus tout le monde. Een swingend deuntje. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. Of eigenlijk is het maar één melodische geheel. Wat eerst bestaat uit de melodie, de pure melodie. Die gaan we even bekijken. En wat ik net het tweede deel noemde, is een omspeling van die melodie. Want dat doen al die Cajun en Zydeco harmonica spelers. Die gaan daar hun eigen ding mee doen. Waardoor het heel erg swingend wordt. Nou, als jullie de bladmuziek even bekijken, dan zal ik het zo spelen. Oh ja, ik ben vergeten te vertellen. Dit nummer wordt door veel Zydeco artiesten gespeeld. Clifton Genier speelt het. Rocking Dupsie speelt het. Toen wij met Captain Gumbo in Louisiana waren, hebben we onder andere opgetreden in Mulets in New Orleans. En na afloop van ons optreden zijn we naar een optreden van Rocking Dupsie gegaan. Die speelde in de beroemde Maple Leaf Bar daar. En hij speelde voor ons het ene verzoeknummer naar het andere. Was een geweldige avond hebben we gehad. Lekker gedanst, lekker biertje gedronken en van ontzettend mooie muziek genoten. Nou, kijk even op je bladmuziek, dan ga ik hem zo spelen. Daar komt hij. 1, 2, 3, 1, 2. Je zal gehoord hebben dat het niet een gewone wals is. Het is meer een mazurka. Het is niet. Ik pak even knop 6 hier. Het is niet 1, 2, 3, 1. Doe maar even mee. 3 en 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is echt een wals. Ze zijn allemaal even lang. Bij een mazurka is het meer dat je elke tel in drieën verdeelt. Niet in tweeën. Dan krijg je tikkete, tikkete, tikkete. Tikkete, tikkete, tikkete. En als je die tweede en derde samen bindt, dan krijg je. Dat is meer een mazurka. En zo is de dunch ook. Pak even knop 6. Gaat ie. Eerst een wals. 1, 2, 1, 2, 3. En nou een mazurka. Trekken. Die viel die moet erin zitten. Die viel die moet erin zitten. Het staat vooraan op de papieren, staat linksboven swing. En
shuffle kan er staan, maar dat betekent dat je elke tel in drieën deelt. Krijg je een lekker luie beat van. In de volk kom je het ook wel vaak tegen en dan heet het gewoon mazurka. Dan staat er ook mazurka. Nou, we gaan vooraan beginnen. De vingerzetting levert niet veel problemen op. We spelen heel veel op één rij en we spelen in G. Als je goed naar het papier kijkt, zie je dat in G spelen betekent heel veel trekken en weinig duwen. Daarom heb ik hier en daar bij de duwnoten heb ik een klein kommaatje boven gezet. Dat wil zeggen, op dat punt gebruik je je luchtknop om de lucht eruit te blazen. Dus je wilt bijvoorbeeld in de tweede regel speel je heel veel trek. Eén duwknop. En dan meteen een kommaatje erboven en die luchtknop induwen. Zoveel mogelijk lucht eruit en door. Daar zijn die komma's voor. Dus net als met praten. Praten moet je af en toe inademen. En met Keetje en Zuidekus spelen moet je af en toe uitademen. Ik ga vooraan beginnen. Vierde vinger op. Zes buiten. 1, 2, 3, 1, 2. Wat moois. In de tweede maat en in maat 10, daar zie je dat er twee noten doorverbonden zijn. Daar staat. In maat 2 ben ik nou. Maat 10 is hetzelfde. 7 buitenrij trek 6. En als je dat noot gedaan hebt, dan speel je het even zonder bogjes en dan klinkt het zo. 2 en. En dan gaan we ze verbinden. Dan krijg je 3 en. 3 en. In de laatste maat van de eerste regel zit er ook weer zo één. Daar staat. Je ziet dat die 5, die G, die komt voor het akkoord. Hè? Dus die gaat net voor de tel zitten. Syncopen zijn dat. Ook hier weer eerst zonder boogjes en dan met boogjes. Zonder boogjes staat er. Dat is makkelijk, hè? 3 en. Met boogjes krijg je 3 en. Ja, goed. Ik ga vooraan beginnen. 1, 2, 3. 1, 2. De maat van de eerste regel. Ik pak daar de vierde vinger om de tweede vinger vrij te hebben om naar beneden te gaan. Kom ik op de binnenrij met de derde vinger, pak ik over met de tweede vinger. Dan heb ik de hand weer vrij om door te gaan. Nog een keer, laatste maat van de eerste regel. Staat dit, 3 en. Derde vinger, tweede vinger, vierde vinger. En door. Zelfde. Lucht eruit, zie je aan de tonnen. Je ziet dat de tweede en de vierde regel. Zeg ik het goed? Oh nee, zeg ik niet goed.
Nee, 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 nee. We doen het nog een keer. We willen nog. 1, 2, 3, 1, 2. Op die kommaatjes, hè? Die kommaatjes die dienen ervoor om daar de luchtknop eventjes flink te gebruiken en flink die ballen leeg te maken. We gaan door met het B-stukje. Dat is eigenlijk een soort muzikale omschrijving van het A-stukje. Het is dezelfde melodie, maar nu lekker om op te dansen. Wat meer beat erin, hè? En je hoort hier ook beter nog die mazurka. Dus niet. Dat is een wals, hè? Ik ben al maat 17-3 en. Dat zou je kunnen denken, maar omdat er vooraan boven links boven swing staat, wordt het. En dan krijg je zo'n lekker hobbeltje erin waar je beter op kan dansen. En dat zit dan verder in het hele stukje. Ik ga beginnen de laatste drie noten van de vierde regel. Dus vlak voor het beetje ga ik beginnen. De opmaat heet dat. Ik tel tot 1, 2 en dan ga ik erin. Want ik begin eigenlijk op de 2,5 tel. 1, 2. Maat 17, eerste regel van het B-stukje. Ik begin met drie noten die daarvoor afgaan. Hè. Dus de laatste drie noten van de vierde regel. Ik tel tot 1, 2 en dan gaan we erin. 1, 2. Ja, in maat 17, 18, 19, daar zit een triool, zie je dat? Drie tonen op de tijd van één tel. Dat is dus echt een mazurka. We gaan nog een keer beginnen. Laatste drie noten van de vierde regel. Op maat. Vlak voor een beetje zitten we. 1, 2. Hetzelfde punt, laatste drie noten van de vierde regel. Ik tel tot 2 en bij 2,5 val je erin. 1, 2. Die maat 1, 2, 23. Derde maat van de derde regel van onder. Oefen die even zonder bassen. Dat doen we met trouwens. 3 en. Even twee keer moet je die G duwen. 3 en. 3 en. 3 en. Wat ik nou doe, is als ik ergens een moeilijke passage heb, dan maak ik daar een soort loopje van. Ik speel dit een aantal keren achter elkaar.
Maar wel in, blijf proberen wel in de beat mee. We krijgen 3 en... 2 en... 2 en... Als je zo'n loopje maakt, kom je lekker in de beat en dan kan je vingers wennen aan het loopje wat ze moeten maken. Nou, dit was het hele stuk. Dan ga ik daar ook nog iets vertellen, denk ik, over de akkoorden die je zou kunnen spelen of die je in de caging speelt voor de begeleiding bij de zang. De begeleiding bij de zang, nou die houden we simpel, die proberen we simpel te houden. Pak even knop 7 en knop 6, dat zijn twee tonen van het G-akkoord. Een G en een B, een B en een D. Als hetzelfde deel krijgen we een C en een E. Dat zijn de tonen van het C-akkoord. Weer een G. En als ik deze pak, de A en de D samen, heb ik twee tonen van het D. Dus, oké. G, duwen C. G en D. Nou, en dan ga je op de 2 en de 3 ga je een afterbeat doen. Afterbeat wil zeggen dat je na de tel zit. 1, 2, 3, 1. Nou, laten we zomaar even het schema proberen te volgen. Dus ik krijg 1. Ik tel 3 vooraf. 1, 2, 3. Dan komt de C, duw. En de G. En de D. En de lucht ook maar even meteen even uitpersen. G en D. En nu C en G. Voilà. Probeer het schema mee te volgen. Dus als je zingt of een violist begeleidt of een, wat dan ook in de begeleiding, heel simpel speel je dit. We gaan vooraan beginnen. 1, 2, 3, 1, 2 en... Komt de C. Tweede regel zijn we nu. G. En D. Je merkt dat de balk behoorlijk lang het worden is. Dus nu wordt het tijd om bij de C even die luchtknop te gebruiken. En alles weer eruit. Zie je dat? Je used to call me daddy. He used to call me daddy. Now you don't call me no more. He used to call me daddy. He used to call me daddy. Now you don't call me no more. Tu m'appelais tous les soirs. Tu m'appelais tous les temps. Est-ce que tu m'appelles plus du monde? Tu m'appelais tous les soirs. Tu m'appelais tous les temps. Est-ce que tu m'appelles pas du monde? Okay, lui, dit was wat ik jullie wilde vertellen over de telefoonwals. Veel plezier ermee en succes en tot ziens.